Rotary Club Paramaribo heeft voor de 14e keer awards uitgereikt aan de best geslaagden van het voortgezet onderwijs van junioren voor junioren VOJ. De laatste jaren wordt dit evenement georganiseerd in samenwerking met de Rotaract Club of Paramaribo. De awardceremonie heeft gisteren plaatsgehad in het auditorium van Self Reliance. De voorzitter van de jury, Rias Gokul van de Rotary Club Paramaribo, gaf aan dat de VOJ Student Excellence Award wordt uitgereikt aan de leerlingen die niet alleen op school een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd, maar ook in de maatschappij. Deze bewuste middelschoolstudent heeft het afgelopen jaar zijn moeder verloren. En hij en zijn broertje zouden dakloos zijn geworden als zij niet door hun tante en oom zouden zijn opgenomen, opgevangen. Daarvoor was kennelijk het leven van Sianto en zijn broertje ook al een hele moeilijke periode, daar hadden ze achter de rug, toen hun moeder nog in leven was. En ze hadden dagelijks niet te eten op school. Deze jongeman die wilde stoppen met school, hij de ondersteuning heeft gehad vanuit de school, en met zijn sterke discipline en motivatie het toch heeft gepresteerd om als beste van zijn school te slagen. De top 3 van de LBO-scholen zijn op de 3e plaats Rebecca Ramgulam van STS 1, 2e plaats Michelle Wong-Shung en op de 1e plaats Shivani Rambali van de Udrai Singh Pharma School. Deze school ontvangt van VSH een kopieerapparaat en een printer. De top 3 van de MULO-scholen bestaat uit Rubinsa Yabini van de Safitri School, 3e plaats. De 2e plaats is gegaan naar Sherina Shivratan van de Dayanand School. En nummer 1 is geworden Muriel Marto Di Cromo van de Johannes Vrolijk School te Lelydorp. Ook deze school krijgt een all-in-one kopieer- en printerapparaat. Alle 14 bestgeslaagden hebben van de Rotary Club Paramaribo waardebonnen en een laptop ontvangen. Dit jaar was er ook een Special VOJ Special Excellence Award. Dit is gegaan naar de leerling Gianto Breinburg.